Nou, welkom, dames en heren. Een hele goede middag. Mijn naam is Steve Duo. Ik werk bij Atos Origin, globaal verantwoordelijk voor het account Shell. Dan zie ik jullie allemaal kijken naar het instrument met de vraag, hoe gaat hij er dadelijk op spelen? Nou, nee, dat ga ik vandaag dus niet doen. Ik heb dit instrument meegenomen omdat ik in deze presentatie dit instrument wil symboliseren als Atos Origin, het bedrijf waar ik voor werk. Maakt heel veel muziek, ook richting het account Shell. Hoe zie ik mezelf? Ik zie mezelf als een dirigent. Een dirigent die ervoor heeft kunnen zorgen een club fantastische muzikanten om zich heen te verzamelen. En elk muzikant heeft zijn eigen specialiteit van een instrument. Gezamenlijk voor mijn orkest. Ik ook als dirigent ben verantwoordelijk om dicht tegen die klanten aan te kruipen en te verzorgen dat we heel goed luisteren wat voor muziek die klant wenst te horen. En gezamenlijk als orkest proberen we datgene te maken wat die klant ook wenst te horen. Enkele jaren geleden heeft Atos Origin besloten nieuw leven te blazen in het account Shell. Mij is toen gevraagd om de uitdaging aan te gaan en ik heb volmondig ja gezegd. Nou, we stonden dan met orkest voor een hele grote deur. Een bedrijf gebaseerd uit 100.000 mensen, gevestigd in 90 landen en globaal acteert als geen ander. Helaas pindakaas, wij stonden zo goed als buiten. Dus het was een mega uitdaging. Ik wist dat ik met iets moest komen wat taal zou spreken. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb continu vertalingen gemaakt van de missiestatement van Shell naar proposities. En die propositie, dat is ook echt een succesverhaal geworden. Wat is dat propositie, vraagt u zichzelf af? Dit, bonnetje van Shell. Wist u, dames en heren, Shell verwerkt miljarden transacties op jaarbasis. En u moet er iets bij voorstellen dat een aanbieder van IT-oplossingen dat een ontzettende interessante markt vindt. Ik ben naar de business gestapt en ik heb gezegd, ik weet wat u betaalt per transactie. En ik heb ook een manier om met 60% uw kosten te besparen. Geloof me, wij hadden aandacht. Niet alleen maar op dat ene project wat we nu aan het doen zijn. Nee, over het globale plan wat wij daar hebben gepresenteerd. We zijn dus nu aan het globaliseren. Nou kan ik hier praten tot morgenochtend over wat ik allemaal niet doe voor Shell en wat ons orkest allemaal doet voor Shell en ons bedrijf Atos Origin. Maar ik zou het ook fijn vinden als u het een en ander te horen zou krijgen van onze klant Shell, wat hij over zijn dirigent, ik, vindt. Luister even met me mee. Steve luistert aandachtig naar zijn klant. Hij heeft dan zeer vlug begrepen dat het niet voldoende was om contact te maken met de IT-stakeholders, maar dan ook met de businessbeslissers. Hij heeft ook begrepen dat het niet voldoende was bij Shell om de producten en services van Atos Origin te verkopen, maar dat die ook moesten kaderen in een bredere strategie, die dan ook natuurlijk gelijk loopt met de strategie van de klant. En Steve, ja, ik ben wel moeilijk, heeft me ook moeten overtuigen dat Atos Origin als een globale speler is. Over de laatste 2 tot 3 jaar heeft Atos Origin zijn business met Shell opgebouwd van quasi nul tot het leveren op globaal niveau van invoicing services voor onze klanten van benzinekaarten, acquiring services voor Belux en dan ook de transactie routing en settlement voor onze Verenigde Staten kaarttransacties. Steve is het instrument geweest om dit te verwezenlijken. Steve is een cocktail. Een cocktail van professionalisme in de inhoud en in de manier met welke hij met de mensen omgaat. Een cocktail van goede humeur, van gedrevenheid en van teamwork. Steve is de architect die ervoor zorgt dat Atos Origin een totale oplossing voor Shell levert. Ik wil toch eigenlijk iets bekennen. Ik heb werkelijk waar getwijfeld of ik dit filmpje überhaupt aan jullie wilde presenteren. Maar eerlijk gezegd, diep in mijn hart, ik was er ook echt trots op toen ik meerdere malen het filmpje heb afgespeeld. Maar ja, kortom, wie is Steve Duo? Steve Duo, joh, geeft hier weer echt een uitdaging van een klant die nog helemaal opgebouwd moet worden. Graag ook liefst van internationale aard, complex in structuur. Ik bijt mijn tanden erin en ik zorg dat muziek wordt gemaakt. Dames en heren, dank u wel. Maar vergeet ook één ding niet.
Als jullie dadelijk allemaal weggaan, ben loyaal aan Shell. Thank Shell. Dank u wel. Ja, doe eens. Dan ben ik ook heel nieuwsgierig. Het schijnt dus heel zwaar te zijn. Ja. Nou, zo, ja, ongeveer andersom. Nee, ja, je was er bijna. Ja, en dan ga je, ja. En dan ga ik carnaval stompen daarbij. Dat zou ik doen gewoon, als dirigent. Ja. Stichto!